23 december heeft de directie eenzijdig beslist om het tienerteam af te danken. Vandaag hebben we een actie gedaan met een bijna algemene staking. Wij weten alleen dat er van de giften van de burgers voor de werking van de stoppen, voor de werking van het tienerteam, geen euro, maar dan ook geen halve euro naar de stoppen gekomen is ter ondersteuning van de tienerwerking, ter ondersteuning van de werking van de stoppen. Dat is... En dat is bedrog! Bedrog in hoofden van de schenkers die terecht menen dat zij de stoppen ondersteunen. Nee, die giften verdwijnen in de grote pot van Bond zonder naam. We willen dat de overheidssubsidie volledig naar de hulpverlening gebruikt wordt en niet voor keihoge managementkosten, overbodige functies, nevenprojecten voor de uitroeiing van kindermishandeling enzovoort. Het is waar dat er grote wachtenlijsten zijn, maar de visie gaat gewoon te ver en is niet realistisch en strookt eigenlijk ook niet meer met principes van degelijke hulpverlening. Als je met mensen wilt werken, dan moet je in vertrouwen kunnen werken. Dan moet je niet een visie opgelegd krijgen aan je arbeidscontract in een zeer extreme richting. Maar dan moet je in vertrouwen, in transparantie kunnen samenwerken. Er moet rekening houden met de draagkracht van cliënten en ook de draagkracht van de teams uiteindelijk. Dat zijn dingen die in de hulpverlening voor de hand liggen. En die nu niet langer kunnen. Wij willen vooral gewoon dat de overheidssubsidie echt gebruikt wordt voor degelijke professionele hulpverlening en dat we daarvoor ondersteuning krijgen in plaats van alleen maar onder druk gezet worden. Dat is er om te stoken, dat kost ons te veel. En dat is er om...